Je merkt heel duidelijk dat die stadsvogels zich terug aan het trekken zijn. Je ziet heel, heel vaak en hoor je mensen ook zeggen van Goh, ik zie steeds minder vogels. Nou dat klopt dan ook wel want er zijn ook echt inderdaad die stadsvogels die hebben het heel erg moeilijk. Als er geen vogels zijn dan worden er heel veel insecten groots in aantal. En dat betekent dat voor ons wel heel lastig kan worden. Denk maar zo bijvoorbeeld muggen. Nu hebben we al last van muggen maar als er zeg maar geen zwaluwen zijn die heel veel muggen eten. Wordt het voor ons nog veel erger want dan worden we helemaal leeggestoken. Allereerst een, een, hun tuinen behagen, oftewel zeg maar hagen en heggen aanleggen. Ten tweede in hun tuinen wat meer voedsel zorgen voor die dieren. Dat betekent struiken en planten zetten die ook weer zaden en vruchten opleveren. En daarnaast, je kunt de nestkastjes weghangen. Denk maar eens aan een musselhotel. En een musselhotel betekent dat er een aantal gaatjes zitten in een grote, een grote nestkast. Waar, want hè, de muis leeft als kolonievogel. Uh, ze kunnen ook weer andere nestkastjes weghangen, bijvoorbeeld koolmees enzovoorts. En in feite kunnen ze ook zorgen dat er wat meer insecten in hun tuin komen, wat ook weer voedsel is voor vogels. Denk je dat met de, de hulp van. Van de mens er weer een toename kan komen de komende jaren? Uh, absoluut, daar geloof ik heel sterk in. Als we met z'n allen dus, hè, met ons beste beentje voorzetten en onze stadvogels ruimte geven om te weer te wonen en te leven, dan gaat het weer goed komen.